Is het een voorspelling over de toekomst, of zou het toeval zijn dat de fractievoorzitter van de partij 50 plus in de ministerlaan woont? Als een raket schiet de partij van Henk Krol omhoog. Niet alleen in de peilingen, maar ook in het aantal leden dat zich meldt bij 50? Plus. En we hebben inmiddels 10.000 leden. 10.000 leden is een nieuw hoogtepunt voor de jonge-oudere partij. In de peilingen en op straat. Dat is allemaal de jeugd. De jeugd moet het, hè? Die zeggen maar te zeiken van die ouderen, die ouderen die, die plukken alles. Kan Krol rekenen op een grote aanhang. Maar dat is niet zo, want je gaat met 14 jaar gaan werken. Hun gaat is zijn 20, 25. Leuk, maar ook zorgelijk vindt hij. Maar voor ons betekent het dat je toch moet zorgen voor hele goede kandidaten... mocht het kabinet ooit vallen en mochten we ineens... Versneld aan Tweede Kamerverkiezingen moeten meedoen. Het betekent ook dat er zich nu al heel wat mensen actief melden bij 50 Plus. Ja, zijn er ook oude bekenden onder die nieuwe gelukzoekers? Ja, die zijn er. En die namen ga ik niet onthullen, want dat zou niet netjes zijn om dat te doen. En het overlopers van een andere partij? Ja, daar zitten er, zit er een heel wat tussen. Ja. En, en soms wat kan... voor kleuren. Alle kleuren. De 70-jarige Piet Reinier, die weet waarom Krol bij volgende verkiezingen tientallen zetels gaat binnenslepen. Omdat de, de ouderen wakker worden. Onderhand durven ook oogjes van zich af te, te zetten, iets. Ik ben niet op de wereld gezet om 50-plus groot te maken. Ik vind het wel mijn taak om ervoor te zorgen dat ouderen in de politiek een stem krijgen. Als was ze vroeger niet doof, nee? Zo is het toch? Die stem van ouderen was verwaarloosd. Die moet weer gehoord worden.